Ik sta hier met een courgette en een krop sla. Gekregen van een collega van het gemeentehuis die een eigen moestuin heeft. En het is heerlijk om te weten waar je voedsel vandaan komt. En eigenlijk smaakt het dan soms ook nog wel een stukje lekkerder met het verhaal erbij van iemand die de zorg aan besteed heeft. Een reden waar ik vandaag hier sta en iets wil vertellen over het World Food Center. Ik sta op een terrein wat we kennen als het kazerneterrein. Achter mij de Mauritskazerne. Een terrein wat heel lang ontoegankelijk was voor ons Edenaren. Een hek met prikkeldraad. En hooguit één keer per jaar met de landmachtdagen kon je erop om te zien wat hier gebeurde. Het leger is vertrokken. De hekken zijn grotendeels weggehaald. Er worden woningen gebouwd. Er komen bedrijven. Er zijn evenementen. En het is een heel mooi gebied. Waar gelukkig steeds meer Edenaren toch wel even komen kijken. Dit gebied waar we bijna nooit konden komen, is heel mooi, is heel groen. En er gebeurt heel veel. Een van de dingen die hier gaat gebeuren is het World Food Center. Wat we hier willen gaan vestigen, onder andere hier achter mij in die Mauritskazerne, in een deel van die Mauritskazerne, willen we ons bezig gaan houden met voedsel. En ons is gemeente, scholen, bedrijfsleven, kennisinstellingen. Om met elkaar na te denken, wat is nou gezond eten? En wat betekent dat voor mij? Er komt hier een levendig stadsgebied. Een gebied waar wonen, werken, onderzoek, scholing en vrije tijdsbesteding allemaal bij elkaar komen. Elkaar ook gaan raken. En in het midden daarvan staat een experience center, het World Food Center. Waar mensen kunnen komen, jong, oud, en een halve dag of een dag beleven wat voedsel voor je betekent. En na 2, 3, 4 uur, als je daar doorheen bent gegaan, echt een hele leuke dag hebt gehad. En nog wat heb opgestoken ook over gezond voedsel. Voor Ede ook heel belangrijk. Want het is ook een plek wat Ede heel veel werkgelegenheid gaat bieden. Als wethouder Food ben ik trots op de komst van het World Food Center naar Ede. De afgelopen 4 jaar hebben we in Ede al heel veel gedaan op het gebied van voedselbeleid. Op basisscholen krijgen kinderen les in voeding. Buurtsportcoaches helpen mensen meer te bewegen, gezond te leven. Ook met senioren zijn we aan de slag gegaan om te kijken of hun voedselpatroon, als het soms wat te eenzijdig is, ze meer eiwitten kunnen eten en daardoor ook gezonder blijven. We doen dus eigenlijk al heel veel op het gebied van voedsel. En daar sluit dat World Food Center heel mooi op aan. Wat we doen is, we hebben niet alleen hoge ambities, maar het mooie wat ik mooi vind is, we doen er ook echt wat mee. We zetten onze ambities om in acties. Ik ben benieuwd wat u als Edenaar van het World Food Center weet en wat u ervan vindt. Hoe belangrijk is kwaliteit van voedsel voor jou? Ja, natuurlijk heel belangrijk. Ja, waar let je dan vooral op? De smaak. Vooral echte smaak, ja. Maar kijk je ook naar biologisch of zo, of E-nummers? Nee, daar kijk ik eigenlijk vooral niet naar. En de prijs, is dat ook nog belangrijk? Nee, zolang het maar goed smaakt, is altijd alles goed. Voedsel, ja, speelt heel erg belangrijk natuurlijk. Nou, ik kom dus wel kijken of er kleurstoffen in zitten en dat soort dingen allemaal. Dan kijk ik wel even. Ja. Ik koop niet altijd biologisch, dat zeg ik ook eerlijk. Maar ja, het is gewoon belangrijk. Ja, op waar het vandaan komt wel een beetje. Ja. En kijkt u bijvoorbeeld naar E-nummers? Dat zou moeten, maar dat doe ik eigenlijk te weinig. En biologisch en lokaal? Ja, als dat enigszins kan, kies ik daar wel voor. Ja, voedsel is eigenlijk best wel belangrijk. Iedereen moet goed kunnen eten om goed te kunnen groeien. Dat het eten goed bereid wordt en vers is. Kijkt u ook naar E-nummers en biologisch en dat soort dingen? Nou, af en toe wel, ja. Niet altijd, maar af en toe wel. Of het veelal biologisch is, duurzaam, daar kijk ik naar. Nou, weet u, ik ben in 28 jaar ben ik een Wetenaar. Ik heb in die tijd nog nooit gekookt. Ik haal altijd met de boni de maaltijden, want ik kan niet koken. Nou, mooi luister, toen mijn vrouw nog leefde, ja, die lette er allemaal op. Maar ja, ik... En ik ben al 28 jaar alleen, dus slechts in die maaltijden niet. Anders leven niet meer 28 jaar. Nou ja, op de suikergehalte, de vetten en ja, vers groenten, alles. Liever vers als uit blik. Ja, hoe het smaakt en wat de structuur ervan is. En wat? Structuur ervan is, als het heel plakkerig is bijvoorbeeld of zo, dat vind ik niet lekker. Maar kijk je naar zulke dingen als E-nummers bijvoorbeeld? Oh nee, totaal niet eigenlijk. En biologisch, vind je dat belangrijk? Nee. Ja, mijn moeder koopt het wel altijd, maar als ik zelf iets moet kopen dan niet. Ja, heel belangrijk. Het bepaalt je levensstijl en dat soort dingen. Dat het vers is, goed uitziet, niet ruikt, zoals vis en zo, dan moet je niet ruiken. En De houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum. Ja,
En zulke dingen als E-nummers en biologisch en lokaal? Ja, biologisch en lokaal wel. Maar E-nummers, dat moet je weten. Hè? Maakt u zich over het algemeen wel een beetje zorgen over hoe dat moet met voedsel in de wereld? Ja, zeker. Wat ja. zijn die zorgen? Dat je eigenlijk je eten niet, soms niet weet wat je eet. Omdat je, juist door die E-nummers, dat je niet weet wat het is. En ja, wat erin zit. Nou, als ik nou die klimaatverandering nou weer meemaakt eigenlijk. En dan word je er echt wel toch wel op extra op geattendeerd, vind ik. Maar daarom zorg ik, heb er zoveel zorgen te beginnen, ja. Nou, met die E-nummers en al die toestanden wat er allemaal ingedaan wordt in het voedsel. Want je moet het maar weten wat het allemaal betekent, hè? Ja, zeker. Dat moet je zeker weten, ja. Nou, mooi luister, ik ben 88 en ik denk, het is mij wel goed. Ik denk dat wij de aarde heel slecht behandelen, dus dat we de boel leeg eten. Nou, als het klimaat zo blijft, dan denk ik wel dat dat helemaal verkeerd gaat zo. Kent u het World Food Center wat hier gebouwd gaat worden in Ede? Nee, dat ken ik nog niet. Nee. Maar dat is precies het centrum wat een antwoord op uw vraag geeft. Daar komen kennisinstellingen als de Universiteit van Wageningen, maar ook commerciële bedrijven en consumenten bij elkaar om voorlichting te geven over ons voedsel. Zou u dat interesseren? Ja, zeker. Ik heb er wel iets van gelezen, maar niet echt de inhoud. Alleen de kop heb ik ervan gelezen, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dus wat vindt u daarvan, van zo'n centrum? Ik denk dat dat wel heel goed is. Wel eens van gehoord, ja. Waar komt dat volgens u? Ja, hier in Ede. Ja. En wat weet u ervan? Niet zoveel nog. Nee. Helemaal niet, maar niet dat dat hier komt. Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet? Nee. Heb je een enig idee wat dat zou kunnen zijn? Ja, iets met voedsel als het... ja, maar dat het zeg maar goed eten is. Dat het, ja. Nee, eigenlijk nog nooit. Nee. Nee? Nee. Oh, wat jammer. Nee, dat weet ik niet. Ik heb er wel van gehoord. Ja, maar... Wat weet u ervan? Ja, dat het een centrum is met goede voedsel en dat je dus ook voorlichting krijgt van voedsel. Dat weet ik ervan. Goed dat de gemeente zo'n initiatief neemt? Hartstikke goed van de gemeente Ede. Ja. Geweldig lijkt het me. Ja. U zou er wel naartoe gaan? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Zou u er zelf naartoe gaan als het geopend wordt? Ja, beslist. Ja, beslist. Ja, dat vind ik goed. Ja. Dan ga ik daar wel naartoe, denk ik. Heel goed initiatief. Poeh, nou nee, niet direct. Nee, nee, nee. Nee, niet echt. Ja, op zich, het levert weer meer kennis op voor de mensen. Dus het lijkt me een leuk idee. Vanwege mijn dieet denk ik dat ik wel even een kijkje ga nemen. Een prima idee van gemeente Ede. Ja, want u gaat er naartoe als het geopend wordt? Absoluut, absoluut. Ja, ja, dan weet ik niet of ik daar naartoe zou gaan. Want de gemeente Ede heeft voedsel als een belangrijk speerpunt. Denk je dat dat een goede zaak is? Ja, als er mensen naartoe gaan wel, maar ik weet niet of dat echt heel populair gaat worden. U zou er ook naartoe gaan? Ja, om bepaalde dingen te weten komen wel, ja. Ja. Nieuwsgierig? Ja. Ja, nieuwsgierig. Maar u zou dus eigenlijk wel op de hoogte gehouden willen worden? Ja, inderdaad, ja. Ja. Leest u wel eens Ede Stad bijvoorbeeld? Ja. En die kijkt natuurlijk regelmatig naar Ede TV. Ja. Soms. Niet altijd. Dan wordt u daar prima op de hoogte gehouden. Ja, meer reclame maken natuurlijk. Ja, meestal staat het dan, als ik het dan lees toevallig, want net wat ik zeg, ik heb alleen de kop gelezen, dan staat het in Ede Stad, Ede Post. En dan, ja, dan houden we het op eigenlijk. Ik heb zelf de Gelderlander niet. Dus misschien dat het daar ook wel meerdere keren in gestaan zou hebben. Denk toch via social media. Daar zit ik heel vaak op en ja, daar komt alles ook over voedsel. Dus. Via mijn e-mail, hè? Via mijn e-mail. Via de krant, hè? Het Edese krantje. Of jullie, hè? TV Ede, hè? Ja. Bekend en onbekend, blijkt uit de straatinterviews. Wel iets over gehoord, nog niet weten wat. U bent van harte welkom om met ons mee te denken over de invulling van het World Food Center op 18 september op het kazerneterrein. Bent u nieuwsgierig en zegt, ik heb het wel gehoord, maar ik wil meer weten. Of ik wil meedenken. Of ik heb een bedrijf en ik kan daar wel iets betekenen. Kom en praat met mij en anderen over het World Food Center in Ede.